Welkom bij aflevering 21 van Hansje. Hebben ze in mijn vakantie gewonnen, heb ik in Tenerife zitten kijken. Ik zat met mijn wief op Tenerife. We kijken even terug, Coahead Eagles. Ananas Hakkebaard, 3 keer gescoord. Pieter man van de wedstrijd, 8 keer gescoord in 6 wedstrijden. Wat een kanje zeg. Heerlijke wedstrijd. En wat een mooi spandoek zeg in 080. Was ik blij met 22 graden. Zat ik met een stel Tenerifos te kijken in de kroeg. Ik had riefkuurtjes meegenomen voor die jongens. Sjaal, muts op. Ze zaten wel uit de kijken in mijn gasten. Daar heb ik mooi scheiden, want ik volg de club overal. Vrijdag show en maandag was het show. Os, denk je het gaat lekker? Hebben we toch met 3-0 van die Ossenwursten verloren. Jongen, hoe kan dat nou? Ik ben er gewoon chic van. We hadden maandag niet moeten trainen voor de wedstrijd. Het was Blue Monday. Dan vraag je toch om problemen, hè? Gewoon maandag met de selectie naar de mat gaan. Een luge mat. Wat we altijd doen. Een visje eten en s'avonds pas gaan ballen. Favoriete speuler? Nou, ze werkte wel hard, maar het lukte niet. Verdi ging een beetje. Ik vond het wel sneu voor de 2 eigen doelpunten van Frank. Hij kreeg te weinig sturing van zijn medespeulers. Tegenstander. Almere City. Ja, daar hebben wij ook. Het Almeertje City. Maar wel een Oostdiek. Die club van Shaggy Go. We hadden hem bijna als trainer gehad. Ik hoop dat hij ons onderschat. Dan kunnen wij 3 punten ophalen daar. Die oude spitse trainer. Die vuile gier. Oh ja, dat moet ik eigenlijk ook nog zeggen. Tip voor die groene veld. Ik loop al weken met Pien in de rug. Moet ik me wel iedere dag pezen. Maar denk even eraan, we missen je, jongen. Ik gok op een kleine overwinning. Maar het mag natuurlijk ook een hele grote zien. Laten we er maar het beste van maken. Het kan nog veel erger. Mijn verzekeringsagent kwam van de week bij mijn thuis om de verzekeringspapieren door te nemen. Ik was niet thuis. Mijn vrouw liet hem binnen en gaf hem koffie. Hij zei, wij een mooie Chinese vaas op de kast staan. Ze zei, er zit de as van mijn man in. Sorry, zei hij. Ik wist niet dat hij overleden was. Toen zei mijn vrouw, dat is hij ook niet. Hij is te lui om mijn asbak te pakken.